mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. We staan hier voor een verlaten huis in Tsjechië, Potuki. En ik ben benieuwd of er nog mensen wonen. Dus we kunnen even misschien wat afsteken, maar we gaan eerst even binnen kijken hoe het huis in staat is. Let's go, we gaan. Zo verlaten is het dus, mensen. Er staan allemaal verlaten woningen hier in Tsjechië. We gaan gewoon even binnen even wat afsteken. Weet nooit wat er binnen is. Wat een spookhuis, hè? Dit is een verlaten huis. Gaan we even afsteken binnen. Er staat ook een kerstboom voor, dus ze zijn wel in kerststemming. Ja, toch? Moet je kijken, mensen. Gewoon verlaten, gek. Ring. Durf je naar binnen? Nee? Lekker slim. Moet je kijken wat hier allemaal buiten ligt, gek. Maar zijn die mensen al lang al dood? Schuurtje geweest. Ik ben het met je eens. Wat dan? Nou kijk, jullie hebben Tom. Dus dit is van de eerste etage naar beneden komen vallen. Ze zouden maar gelopen hebben. Ze zouden maar een stuk naar beneden komen. Ja, kijk eens hierboven, ja. Alles is ingestort, de hele eerste etage. Aan die kant, dus je kan gewoon niet meer naar boven komen. Dus dat geldt voor de kelder, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus we staan nu op de kelder, als die weer instort, dan zakken we nog een meter of drie naar beneden. Dat is een beetje jammer. Ja, echt, die hele boel is ingestort, joh. Maar goed, we hebben die traapbommen bij ons waar je huis mee opblaast. Dus we gaan gewoon eens even testen of het in elkaar stort. Kijk, dit ging naar de kelder, hè? Ja. Zullen we gewoon een beetje naar boven dan? Vuur heb ik nodig. Oh, jee. Vuur heb ik nodig. Ik heb die gegeven aan jou, hè? Heb je vuur aan mij gegeven? Ja, nou, is even... Vlammetje van mijn maat. Met één hand. Die lampje heb je niet nodig. Werp ik hem naar boven. Als je een vlammetje mag, gaan we een spoken verjagen. Ja, dat vinden ze niet leuk, hoor. Ja, die mensen die hier wonen, nee? Zullen nog wel mensen wonen? Zullen ook nee, ook er ook helemaal niemand mag. Wel een mooie voorkamer. Nou, zullen we eens proberen, want echt een hele slechte werker. Ik heb er nog. Hey, ik kan hem wel gooien. Ja, gooien? Striker, gaat hij overmekken. Nog een keer, nou. Op de eerste etage. Pleurt de hele boel in elkaar. Ja. Ik hoop het, hè? Ja, als we hier staan dan. Laat er geen huis meer op met die traapbommen. Deze dan. Achter in de gang. Zo, het hele huis. Zullen we nog even een stapje naar achteren? En dan wel vier kan drie. Gooi hem op de bovenste etage. Ik hoop dat ik hem gooi. Cobra 10 in haas. Fuck. Cobra 10 voorhuis. Jezus. Hele microfoon valt er vanaf, jongens. BTD kan niet werpen. Komt je wel.
Hoop als er nu ineens iemand naar buiten komt. Hé, wat doe je? Loop maar. Even in de beneden etage eentje gooien. Kijken we daar zo heel blazen. Waarschijnlijk niet. Hij is nog bewoonbaar dus. Ja. Hij kan nog in wonen. De elektriciteit hangt er gewoon ook nog. Misschien moeten we bij het fundament beginnen, want we hem aan de onderkant op moeten blazen. Ja, precies. En, hier is echt steek. Ja, film je? Zo. Daar stortte er wel wat meer in. In een putje. PTD kan niet werpen. Nou, kom maar dan. Steek hier op de raam. Shit, laat hem vallen. Ja. Riool gek. Ja, dit was de woonkamer. Moet je kijken, elektriciteit hangt er gewoon nog aan. Schilderij gehangen, tv'tje. Yo, dit is echt serieus. Hey, ik zie hier nog vuurwerk liggen, man. Hebben wij dat naar binnen gegooid? Wat? Ja, vuurwerk. Ja, het ligt hier vuurwerk. Moet je kijken, mensen, hier kan je gewoon omhoog. Kijk dan. Hier hebben mensen gewoon echt gewoond, joh. Nee, hier is een bedrijf. Bedrijf? Het is toch